Zo heeft u Suske en Wiske nog nooit gezien. 100 jaar nadat de striphelden schitterden in Willy van der Steyns Het Eiland van Amoras, keren ze terug naar het eiland. De saga speelt zich af in het jaar 2047 en Sus en Wis zien er een pak hipper uit. Ze zijn op Amoras wel van elkaar gescheiden en dat leidt tot behoorlijk wat gevloek in het album. Ik denk dat ook dat daarbij die dingen hoort die we willen oproepen. Dat het zo is dat als Suske Wiske verliest en als die niet terugvindt en als die in een wereld zit waar dat hem van denkt, ik raak niet terug thuis, dat die dan toch wel eens even onder de voeten is en dat die zegt, potverdomme, wat overkomt mij hier? En dat is ook zo eens een andere kant van Suske en Wiske. We kennen die, zoals Willy van der Steen die gemaakt heeft, maar die hebben ook gevoelens voor elkaar en echte gevoelens. Suske en Wiske kregen dan wel een drastische makeover. De familie van der Steen gaf daarvoor haar toestemming. Volgens dochter Leen zou Willy van der Steen er zelfs dol op geweest zijn. In de geest van mijn vader zijn ze wel gebleven, ja. Mijn vader zou nu 100 geweest zijn en zou dit nooit gerealiseerd hebben waarschijnlijk. Maar zou er wel heel gelukkig mee geweest zijn. Het bewijst voor mij dat die figuren ook hedendaags heel efficiënt gebruikt kunnen worden. De saga met ook eigen muziek telt 6 delen. De eerste strip is nu uit en belooft niet goed af te lopen voor Wiske. Ze valt op Amoras in handen van slechterik Crimson. Suske wil niet zomaar aannemen dat hem nu zou verder moeten zonder Wiske. Die van op het einde van dit album verongelukt. Is Wiske echt dood? Dat gaan we na 6 albums weten. Fans van de gewone Suske en Wiske kunnen op hun beide oren slapen. De rode reeks blijft intussen parallel doorlopen.